Marjolein Buijs, aan de vooravond van het finale weekend. Nederland staat daarbij. Wat verwacht je van het finale weekend en vooral van jullie tegenstand? Morgen spelen we de halve finale en ik verwacht heel veel tegenstand. Ik weet nog niet wie onze tegenstanders zullen zijn. Maar het zal waarschijnlijk Engeland, Thailand of Japan zijn. En alle drie die landen kunnen een heel sterk team neerzetten. Dus het wordt spannend, maar ik heb er heel veel zin in. En jullie, de Nederlandse dames, die proberen hier voor de 27e keer een ongelooflijk aantal kampioen te worden. Is het dit jaar extra lastig? Ja, ik denk dat het dit jaar wel lastig is. Met name Engeland is als land sterker geworden, vind ik. Japan was al sterk en blijft sterk, met name hun eerste speler. En ook Duitsland heeft twee spelers binnen de top 10 van de wereld. Dus het is niet makkelijk. Het is ook voor het eerst dat wij als Nederland niet de hoogst gerankte dame in ons eigen team hebben, die aanwezig is op het toernooi. Maar dat neemt niet weg dat we een sterk team hebben en dat het zeker kan gaan lukken. In hoeverre is dat extra motiverend dat jullie niet huishoog favoriet zijn, maar echt moeten knokken voor die titel? Nou, we zijn wel eerste geplaatst, dus we zijn zeker wel favoriet. Zeker gezien de historie van 26 wereldkampioenschappen. Maar goed, we spelen in eigen land. Het volk op de tribune is voor ons. Ze klappen gelukkig heel sportief, ook voor de tegenstander, dus dat is leuk. Maar we hebben het publiek achter ons staan en met die steun en het hele team eromheen heb ik er zeker wel vertrouwen in. Deze World Team Cup wordt over de hele wereld gespeeld. Korea is aan de beurt geweest, Zuid-Afrika. Nu hier in Nederland, hoe ervaar je dat het hier wordt gespeeld? Ik vind het heel bijzonder dat we nu voor eigen publiek kunnen spelen. Ik vind het ook heel goed, want Nederland heeft geen open, groot internationaal rolstoeltennistoernooi. En dat we nou toch aan iedereen hier, vrienden, familie, maar ook alle andere Nederlanders kunnen laten zien wat rolstoeltennis is. En ja, hoe leuk de sport is om naar te kijken, vind ik heel bijzonder. En voor mijn familie en vrienden ook uitgelezen kans om mij een keer in actie te zien. Jullie hebben al meerdere partijen gespeeld deze week, twee duels tot nu toe. Geeft dat vertrouwen? Is dat niveau genoeg, denk je? Ja, het geeft natuurlijk altijd vertrouwen als je met een paar overwinningen op zak kunt beginnen aan de halve finale. Tegen Kenia was het wel erg makkelijk erin komen. Tegen Chili hebben we al meer aan de bak gemoeten. Dus ja, het loopt mooi op het niveau. En morgen, halve finale, dan moeten we echt flink aan de bak. En ik denk dat onze voorbereiding goed is geweest. Dus daar kan het niet aan liggen.